In zijn atelier Couleur in de Noordstraat schildert André van Loon als beeldend kunstenaar en exposeert doorlopend zijn werk. In 2012 schreef hij zijn tweede boek, Dagboek met een schaduw. André, je eerste boek heette Brabantse Zandgrond en je hebt nu een nieuw boek geschreven met de titel Dagboek met een schaduw. Waarom een dagboek met een schaduw? Het is een boek dat ik geschreven heb, dat is gebaseerd op autobiografische feiten. Daarnaast heb ik het heel erg geromantiseerd en ja, het boek loopt eigenlijk niet heel, loopt best vervelend af. En het is ook in een dagboekvorm geschreven, daarom vandaar mijn titel Dagboek met een schaduw. Ja. Ja. Hoe heb je het schilderen eigen gemaakt? Hoe heb ik het schilderen mezelf eigen gemaakt? Eigenlijk al in mijn hele vroege jeugd altijd getekend en gedaan. Opa schilderde, tekende. En ja, ik was al heel jong bevlogen met de schilderkunst en daarnaast heel veel musea bezocht, veel schilders bezocht, achter schilders gaan zitten terwijl dat zij aan het schilderen waren. Wat of wie is je inspiratiebron? Heel vroeg, toen ik als kind, waren er echte oude meesters, zoals bijna iedereen die begint, helemaal idolaters van Rembrandt, et cetera. Daarna is het Marisch realisme op mijn pad gekomen en met name schilder als Karel Willink was toch wel mijn hele grote voorbeeld. Okay. En ik heb ook in mijn jonge jaren heel veel in het magisch realisme geschilderd. Aha. Dat is ook jouw stijl geworden? Nu niet meer. Gaandeweg de jaren ben ik toch steeds meer voor een grovere penseelstreek gegaan. En vooral lichtere kleuren. Dus de somberheid heb ik toch wel achter mij gelaten. En het zal te maken hebben met mijn leeftijd, maar ik zie alsmaar liever het licht. Ja. Welk schilderij spreekt jou het meest aan en waarom? Als we praten over de schilderijen die ik hier in het ateliertje heb hangen, dan is het schilderij achter jou, dat is nou even niet in beeld. Ja, ik schilder heel veel clowns. Als kind was ik al lid van de circusvrienden. Mijn vader nam mij mee naar iedere circusvoorstelling die in de stad was. En de kennis van mij die heeft op de dansacademie gezeten. En die figureerde altijd als clown. En ik heb haar vele malen geschilderd. En het laatste schilderij, dat boeit me heel erg. Dat is een favoriet schilderij van mij. Betekent dat ook dat je jezelf ook een clown voelt? Dat is een hele moeilijke vraag, wel een leuke vraag. Ja, soms voel ik me wel een clown. Ja, ja. En het kind in mij is altijd wel blijven voortwoekeren. En ik hoop dat het ook nog voort blijft woekeren, want het is af en toe wel leuk om een clown te zijn. Ja. Ja. Wat is je lievelingskleur? Blauw. Waarom? Ja, dat weet ik. Dat weet ik niet. Echt niet, maar het is wel vanaf kinds af aan altijd blauw, blauw, blauw. Ja. Heb je nou ook opdrachten gekregen van bekende Tilburgers of Nederlanders? Ja, gelukkig wel. Ik heb een aantal bekende Nederlanders mogen schilderen. Of althans, werk van hen mogen maken. Dan weet ik niet of, of zij daar gelukkig mee zijn, dan kunnen namen noemen. Maar in ieder geval, die heb ik wel. Zelfs mensen uit de Tweede Kamer heb ik werk voor mogen maken. Ik heb ook voor bepaalde Tilburgers mogen schilderen. Onder andere de laatste twee voorzitters van Willem II. Die hangen in de bestuurskamers van mijn hand. Dus ja, best wel. Mooi. Nou, er staat hier in jouw atelier ook een portret van Maxima. Ja. Is dat ook in opdracht gemaakt? Nee, het is niet in opdracht gemaakt. Ik vond het gewoon een beeldschone vrouw. Ja. En ja, ze is pas koningin geworden. Ja. Dus ja, denk, het is een eyecatcher in mijn atelier. Ja, ja. Ja. Is het geboren vanuit een spontane opwelling? Precies zoals jij het zegt, ja. Okay. Ja. Nou zou ik het heel erg fijn vinden dat je uit je boek voorleest bladzijde 168. En ik denk dat dat helemaal jouw persoon kenschetst. Wil je dat even doen? 168? Ja. Grijze luchten. Aldoor grijze luchten. Mijn penselen grijpen steeds naar de grijze verf die op mijn palet ligt. De witte verf die ernaast ligt blijft alsmaar onaangeroerd. Into that empty room, the lights